ploeg gekomen in de plaats van de geblesseerde Matoufou. El Messaoudi is naar achter. Dit was een goede beweging van Kagé. Hier is Boyo. Kagé! Oh, tegen de lat! Fantastische aanval van KSC Genk met de vrienden Boyo en Kagé. En het doelpunt gaat door. De bal is blijkbaar over de lijn geweest. Kagé, Boyo, Kagé, de lat. En dan doelpunt. Althans, op die manier heeft de lijnrechter beoordeeld. Of geoordeeld. Maar die bal is er duidelijk niet in. Ik hield nog even mijn oordeel in reserve. Maar dit is overduidelijk. Via Pajkovic. En dan makkelijk 30, 40 centimeter voor de lijn.